Op de website 30minutenbewegen.nl kunt u alle informatie vinden over deze campagne. 30 minuten per dag bewegen lijkt veel, maar hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Tip 1. Pak een keer de fiets in plaats van de auto. Of zoek een sport die u leuk vindt, zoals bijvoorbeeld tafeltennis. And do you know, do you know? Do you know what it feels like loving someone that's in a rush to throw you away? In deze aflevering brengen wij een bezoekje aan tafeltennisvereniging Zwift. Bewegen is heel belangrijk. Dat weet toch iedereen? Als je niet beweegt, dan wordt het niks met je. Do you know what it feels like loving someone that's in a rush to throw you away? Naarmate je ouder wordt, voelen je spieren minder soepel aan. Juist daarom is het belangrijk om in beweging te blijven. Als ik een avondje gesport heb en ik kom thuis en ik ga me douchen, voel ik me fit. Dan denk ik, oh lekker. Kijk, voetbal is fit voor ouderen praktisch niet meer mogelijk. Maar andere sporten, zoals tafeltennis. Ze komen honderden mensen, want hoeveel zitten er niet alleen in huis. En ze kunnen lekker een groepje om zich heen bouwen waar ze wat aan hebben. Dat is ideaal, vind ik. En wat vindt u er zo leuk aan? Ja, de sfeer. De mensen, je kunt lachen. En meestal heb ik daarna bardies en blijven ze allemaal nog zitten. Dus het is gewoon leuk. Tafeltennis is dus niet alleen belangrijk voor je lichaam, maar is vooral ook heel gezellig en een uitstekende manier om nieuwe mensen te ontmoeten. En hebben jullie ook veel mensen van 50 plus hier? Ja, best wel. Er zijn best wel veel ouderen. Maar ja, het zou natuurlijk leuk zijn als er meer kwamen. En zeker vrouwen. Want met mannen, ja, die slaan toch altijd net iets harder. Die zijn net iets anders dan vrouwen. Misschien is het toch een imago dat ze zeggen, ah nee, dat is niks voor mij. Terwijl het juist een hele goede sport is. En als je gaat fietsen, moet je ook weer terug. Maar hier, als je moe bent, stop je. Voor wat oudere mensen is tafeltennis juist een geschikte sport, omdat de sport niet blessuregevoelig is. Het belangrijke is dat je hier alle ledematen en alle spieren kunt ontwikkelen. Op een verantwoorde manier. En dat vinden ze prachtig. En op het moment dat ze leuk een balletje op tafel kunnen houden, vinden ze het helemaal schitterend. Dan zien ze vooruitgang en dat is onze bedoeling. Ja, je beweegt. Nou, je bent drukker met balletjes oprapen dan met slaan. Maar ja, het is een hele goede beweging. Veel mensen zeggen, ah, tafeltennis, dat is toch niks, je doet niks. Maar als je weet hoeveel keer je moet bukken om die balletjes op te rapen. Nou, dan heb je heel wat push-up oefeningen gedaan op een avond. En de dokter zegt altijd, bewegen. Een half uur per dag. Nou, wat is dan beter om te tafeltennis een half uur? Ik zou zeggen, kom eens avondje kijken bij tafeltennisvereniging Zwift. Je kunt hier altijd rustig 4 weken voor niks meetrainen, wat meedoen. Bevalt het je, kunnen we je lid maken en anders zoek je lekker een ander sportje die wel bij je past. Bezoek ook onze website www.sportbedrijfdeventer.nl voor een overzicht van alle sport- en beweegactiviteiten binnen de gemeente Deventer. En alle informatie over de beweegroute Deventer. Een leven lang vitaal.